Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 2 januari van Weerplaza. Vandaag nam de bewolking van het westen uit toe en we krijgen vanavond met een storing te maken. En ook ontwikkelt zich boven het zuidelijk deel van de Noordzee een lage drukgebied en daardoor krijgen we een stormachtige woensdag. Vanavond is het bewolkt en het regent van tijd tot tijd bij een temperatuur van 6 of 7 graden en een matige tot harde zuidelijke wind. Vannacht neemt de wind verder toe. Aan het einde van de nacht kan het al stormen aan zee en ook regent het van tijd tot tijd. Morgen dan stormt het windkracht 9 langs de kust. In het Waddengebied is stormkracht 10 mogelijk. En ook hinderlijk zijn de zeer zware windstoten van 75 tot 120 km per uur bij buien. Verder is het weerbeeld wisselend, met vooral in de ochtend veel bewolking. In de middag is het vaker droog en komt de zon er soms bij. En later in de middag en in de avond gaat de storm geleidelijk aan liggen. Het wordt maximaal 8 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het nog steeds wisselvallig, met soms een enkele bui. Eerst ligt de temperatuur nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Het wordt 's middags 8 graden. In het weekend wordt het geleidelijk aan kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.